Ik zet er een hoop mijn vraagtekens erbij. In verband met het coronavirus is Nederland wederom in lockdown. Wat vindt men daarvan op straat? Het is wat het is. Ik heb liever een korte periode op slot dan nog een half jaar doormodderen zoals we nu deden de afgelopen tijd. Ja, of het wel nodig is of niet nodig is. Ik vind het heel erg moeilijk. Ja, ik snap het wel van de overheid, zeg maar. Dat het goed is voor voornamelijk de oudere mensen die hier komen. Maar aan de ene kant vind ik het wel, voor de jongeren met name, ook voor de restaurants en zo. Ze lopen heel veel omzet mis. Ik ben er voor 100% voor. Ik ben zelf van mening, het is niet anders. Ik bedoel, we zagen allemaal dat de besmettingscijfers omhoog aan het gaan waren. Ja, en dan moet er op een gegeven moment gewoon ingegrepen worden. Ik zei het er niet mee eens helemaal. Want als er nou niks meer mag en zo. Kijk, ik vind het wel goed en zo. Want ja, het moet wel natuurlijk klaar zijn met dat corona. Maar ik vind het wel jammer dat alles nou allemaal sluit en zo. Net als rijscholen en zo, ook allemaal dicht en zo. Kan ik mijn rijbewijs niet meer halen en zo. De gemeente Altena piekt qua coronabesmettingen de afgelopen dagen en is daardoor ook donkerrood gekleurd op de kaart. Jeugd, die dreigen niet aan de regels houden, die alles doen. Ik had het niet gesnapt hier, want je woont niet dicht op elkaar en je hebt geen appartementen. En in een grote stad kan ik me dat voorstellen en ik kan het me hier niet voorstellen. Ja, de ouderen moeten wel iemand de schuld geven, vind ik. Ja. De jongeren houden zich over het algemeen op zich wel aan de regels. Je hebt natuurlijk wel een aantal mensen tussen zitten die niet aan de regels houden. En ik vind ook wel dat je de mensen die niet aan de regels houden zwaarder moet straffen in plaats van mensen die wel aan de regels houden. Want niet alle jongeren zijn slecht. Ik kan alleen voor mezelf spreken en ik weet dat ik altijd, zelfs als ik het er misschien niet mee eens was, heb geprobeerd om gewoon netjes de maatregelen te volgen.